Daar zijn we weer met een nieuwe NEC-update. Leuk dat je weer kijkt. Ja, er wordt niet gespeeld, want het is een interlandbreak natuurlijk. Maar er gebeurt iets veel belangrijkers achter mij. Want vandaag kun je dan je kaarten kopen voor de bekerfinale tegen Feyenoord. En er waren sommige mensen al heel vroeg hier richting de Goffert gekomen. Om zeker te zijn dat ze een plaats kunnen krijgen daar in de Kuip. Kijk, zoals deze meneer. Ik was hier om 8:45. Kwart voor negen om het kaartje voor de finale beker erbij te zijn. Klopt, ja. Vanaf 9:30. Speciaal vandaag vrijgenomen om hier maar te kunnen zijn? Ik heb inderdaad vandaag vrijgenomen. Leuk, en dat is heel lang. Ik heb nog nooit zo'n mooi bekerfinale meegemaakt. Dat is mijn eerste keer. Ja, meneer had lang genoeg dus gewacht en op klokslag 12 uur ging het rolluik open. Er konden mensen naar binnen de fanshop in om hun kaart dus te gaan kopen. Ja, voor sommigen waren ontzettend blij dat dat gelukt was. Yes! Zijn jullie blij? Ja, zeker! Jullie... Wij gaan weer naar de Kuip. En dat vinden wij ongelooflijk leuk. Ja, en sommigen waren toevallig ook vrij vandaag. En dat is wel heel fijn als je een kaart wil bemachtigen. Ik ben vrij. Jullie zijn vrij? Ja. Kwam dat even goed uit, denk ik? Mm-hmm. Dus het is nog even spannend of het allemaal lukt bij elkaar. Ja, zeker. Maar dat gaat vast wel lukken. En dan ook wel teleurstelling bij sommige mensen. Dan heb je in die rij gestaan al misschien een uur, twee uur lang. Kom je binnen, ben je een van de eerste. En dan wil je een kaart kopen en dan zijn ze weg. Want ja, alle buskaarten waren al vergeven. Dus je kon alleen maar een kaart voor de auto kopen. Een teleurstelling voor deze man, want die heeft geen rijbewijs. En dan wil je met de bus, want je hebt zelf geen rijbewijs. Mijn vrienden gaan ook allemaal met de bus. En ja, dan kom je hier, vanaf 9:45 sta je hier. Dan heb je eigenlijk niks. En dat hoorde iemand in de rij. Ja, en zo zijn NEC'ers. We helpen elkaar, dus die kon meer rijden. Ja, ik had ruimte. Dus en ik kom met, hij komt met kijken, ik kom met mail. Dus dan hebben wij dat vlak in de buurt. Ik moet alleen nog voor mijn jongste, voor mijn oudste moet ik nog een kaart zien te regelen. En hij zei, dan kunnen we elkaar wel oppikken, want ik ga met de auto. Dat is ook NEC, hè? Het verbroedert zo, hè? Ja. Dus hopelijk gaan die ook mee. Anders zijn we met de volle bak in de richting de Kuip. Is dat ook gewoon het NEC-gevoel, elkaar helpen? Ja. Ja, dit is natuurlijk alweer een prachtig verhaal zo rondom de bekerwedstrijd. Iemand die eigenlijk niet kon omdat hij geen auto heeft, mag met iemand meerijden. En zo kon die meneer toch voor de vijfde keer wordt dat dan richting de Kuip voor een bekerfinale van NEC. En is er dan nog wat gebeurd bij NEC? Nou, zeker wel. Gisteren kwam er het een en ander naar buiten natuurlijk. Laten we beginnen met Koki Okawa, gehuurd. Nou, Carlos Arbels had een koopoptie en die heeft hij gelicht. En hij ligt vast tot 2027. En dat is goed nieuws natuurlijk voor NEC. En dan ook Brian Pereira. Ook dat nieuws kwam gisteren naar buiten. Gehuurd van Auxerre. Ook hij heeft een contract gekregen bij NEC en hij ligt vast tot 2027. En Kelvin Verdonk, die optie is gelicht. Die ligt nu vast tot 2025. Ze zijn met elkaar in gesprek om te kijken of ze dat nog gaan verlengen. En dan zegt iedereen, weet je al iets over de trainer Rogier Meijer? Nou, daar kwam gisteren een klein beetje duidelijkheid naar buiten. Ze zijn met elkaar in ieder geval in gesprek. Ze hebben de ambities van elkaar uitgesproken. En daar gaan ze even over nadenken. En halverwege april verwacht NEC duidelijkheid te kunnen verschaffen over trainer Rogier Meijer. Dit was hem dan weer, de NEC-update van deze week. Wil je op de hoogte blijven? Volg mij even via het X of Instagram-account. We zijn ook te vinden op TikTok natuurlijk, NEC.update. En ik zou zeggen, graag tot de volgende. Ik ben hier niet